Een spannende wereldbekerwedstrijd in Den Bosch zaterdagmiddag. Na een ijzersterke kuur van Isabel Weert is het de beurt aan Anki en Salinero. Een veelbelovende kuur, totdat... Ai. Ja, dan moet ze hem er even een andere galop zien te krijgen. Dat lukt niet. Ja, uit de uitgestrekte galop nam ik hem terug. Toen sprong die over en toen was hij zo er niet meer bij. Dat ik daar, ja, dat was echt, moest ik hem helemaal terugnemen. En linksaan galopperen, pirouette gaan draaien. En daarna ben ik wel heel creatief alles op gaan lossen. Dus daar was ik wel weer heel blij mee. En ja, uiteindelijk, hij vond het gewoon spannend. En de ritme is er niet helemaal. En dit is niet de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het is gewoon jammer. En dan Adelinde Cornelissen. Haar nieuwe kuur op muziek gaat super. Twee dacht een half, sowieso PR. Plus het was natuurlijk de allereerste keer dat ik mijn nieuwe kuur ging rijden. Dus ik was eigenlijk wel heel erg blij. Ik liep op een gegeven moment tikkie voor op de muziek. En daar waren nog wel wat kleine foutjes, ook tijdens de oefeningen. Want het is een beetje mijn eigen schuld. Dan ga ik tijdens de oefening een beetje inhouden. En dan lukt de oefening niet meer zo heel goed. Maar goed, het is alleen maar mooi. 82,5 met nog een beeld progressie. Vreugde dus bij Adelinde, die eindigt op een tweede plek. Anki eindigt net achter Adelinde op een derde plaats. Maar veel tijd voor teleurstelling is er niet. En een hele hoge piaf. Ja. Dat snap ik dan niet. Want de puntentelling snapte ik niet van... Oké, het is jammer. Maar je werkt met paarden. Dat hoort er gewoon allemaal bij. Dat is gewoon, dat kan gewoon altijd gebeuren.